Nou, hier moet de radiator komen. Je ziet vies, maar het gaat even om de radiatorkraan. Die zit dus aan de onderzijde van de radiator, want dit is dus de radiator. Soms zit de radiator gewoon goed verstopt achter een inbouw, zoals hier. Maar goed, wat er moet gebeuren is dat er een smalle radiator komt, dus de radiatorkraan voldoet niet meer. Ze moeten nieuw opkomen, dat is op zich ook goed. Dat is natuurlijk een heel ouderwetse radiatorkraan, die alleen maar open en dicht kan, weliswaar traploos. Maar totaal geen thermostatische radiatorkraan. Dus in principe verbruik je hierdoor meer gas. Want het is natuurlijk veel minder goed te regelen. Dan heb je natuurlijk de kamerthermostaat, maar daar zit altijd maar één meetpunt. Of bijna altijd maar één meetpunt in een huis. En met een thermostatische radiatorkraan kun je gewoon per radiator dus de hoeveelheid warm water in de radiator regelen. En hoe efficiënter dat is, hoe minder gas je natuurlijk verbruikt, dus hoe goedkoper het is. En dus hoe minder energielasten. Moet ik graag het stappenplan van het uitzoeken van de radiatorkranen en een nieuwe radiator en het monteren ervan in het bericht zetten. En mocht je dit zien in YouTube, dan zal ik de link even onderzetten en dan zie je het totale stappenplan bij elkaar.